Tijd voor een vlogje, Lins. Ja. Nou, had ik voor Lins, die heeft iets heel leuks bedacht de afgelopen weken. Is heel druk mee bezig geweest. Daar heb ik een hele leuke standaard voor gekocht. Maar het is vrijdagavond nu, ja. Bijna 6 uur. De standaard is nog leeg, want wellicht hebben jullie bij ons op Facebook gezien dat wij bezig zijn geweest met huidvriendelijke mondkapjes van zijde. En daar zijn we de afgelopen weken mee bezig geweest om dat te ontwikkelen. Want deze hebben we dus ook echt zelf, niet helemaal zelf ontworpen, met hulp van een bedrijf wat daar heel goed in is. Ja. Met mode, met kleding. En hebben deze kapjes ontwikkeld die dus huidvriendelijk zijn. En we dachten het is leuk om ze hier aan te hangen op de toonbank. Maar hij is dus leuk mee. Verpakt uiteraard. Maar alles is al verkocht. Denk ik. Ja, alles is al verkocht. Aan heel veel klanten, maar we hebben ook een aantal salons die er ook mee gaan beginnen. Dus het is niet meer alleen bij ons verkrijgbaar, maar eigenlijk al ook meerdere andere salons. Ja, meerdere plekken in Nederland. Precies. Ja. En dat vinden we alleen maar heel erg leuk. Volgende week krijgen we nog een nieuwe zending binnen. Dus we hebben ze heel hard aan het werk gezet. De kapjes die worden allemaal met de hand gemaakt. Dus tot nu toe vinden ze het nog leuk. Ik ben benieuwd hoe lang ze het nog leuk blijven vinden. Want er komen nog steeds alleen maar meer en meer reserveringen binnen. Anders moeten we zelf achter de naaimachine op zondag. Ja, dan moeten we dat gewoon nog. En ze worden geleverd in zo'n zakje. Hier staat nog heel kort wat informatie op. Ook over het wasvoorschrift. Een mooie Natural Skin kaartje erbij. In het mondkapje zit al een filtertje ingemaakt. Dat is echt heel mooi gedaan. Maar je kan er zelf ook iedere keer weer een nieuwe in doen. Dus ook echt heel handig, niet? Ja, je kan hem gewoon inderdaad hier eruit halen. En de kapjes zijn dus ontzettend zacht. Ik kreeg zelf namelijk last van maskne, zoals ze dat noemen. Ik ondertussen dus ook met 51. Irritatie door acne. En we zagen dat bij heel veel klanten. Dus wij wilden eigenlijk... we kunnen heel veel met producten, alleen we wilden eigenlijk kijken hoe kunnen we de oorzaak aanpakken. En dat zijn de mondkapjes. Dus we zijn heel blij. We zijn er heel blij mee. Eind volgende week nog blijer, want we hebben al heel veel mensen die dus nu misgrijpen. Als het mee zit, eind volgende week, hè, vrijdag waarschijnlijk weer binnen. Ja. Wil je ze ook hebben, laat het ons even weten. Want dan gaan we natuurlijk gelijk weer extra bestellen. Exact. Ja. En ik kan wel laten zien, ik heb nu namelijk geen foundation op. Want dat vind ik dus niet fijn in combinatie met zo'n mondmasker. Dat mijn huid dan heel stuk rustiger is geworden. Ik heb alleen hier nog een ontsteking. Maar ik zat, dat hebben jullie misschien... Dat zien in die camera, Lins. Dat hebben jullie misschien ook op Facebook wel gezien. Ja. Dat ik best wel wat rode plekken had. Mijn huid was heel erg droog. En dat is nu... Ik heb hem nu volgens mij anderhalve week of zo op. Anderhalve week, ja. Uiteraard mijn huid heel goed blijven verzorgen. Het mondmasker is geen tovertrucje. Je moet natuurlijk ook in je huidverzorging wel wat voor doen. Maar het is een heel mooi hulpmiddel om de oorzaak tegen te gaan. Iedere dag wassen ook, hè? Iedere dag wassen. Ja. En nog een vraag, want zijde is best wel een populaire stof in, of voor de huid, laat ik het zo zeggen. Want je kan ook slapen op een zijde kussensloop. We hebben een aantal klanten die ook graag slapen met een oogmaskertje op. Dus ook daar kan gaan ook we van zijde. Daar gaan we ook mee aan de slag. Ja, maar alleen als jullie het willen. Dus we willen heel graag weten of jullie dat leuk zouden vinden. Want als er geen animo voor is, dan doen we het niet. Nou, voor een paar klanten hebben we wel oogmaskers, niet? Ja. Maar we moeten wel echt reactie hebben van jullie of jullie dat willen. En is geen reactie, dan... Dan maakt alleen de klanten die erom gevraagd. Ja, dus wil je ook bijvoorbeeld een kussensloop of een zijde oogmasker of wil je een mondmasker, whatever. Laat het ons weten. Dan gaan wij het regelen. En dat is eigenlijk... tot zover de mondmaskers. En ik ga in het bericht boven het filmpje zet ik alle informatie. Dat zul je waarschijnlijk al gezien hebben als je dit filmpje nu aan het kijken bent. Wat betreft de prijzen, wat alle voordelen zijn, wasvoorschrift. En waarom het beter is ten opzichte van papieren en stoffenmondkapjes. Hij is dus ook herbruikbaar. Ook heel fijn om te zien. En bij deze moet ik even zeggen dat ik heel erg trots ben op mijn kind. Die heeft zich namelijk allemaal op touw gezet, helemaal ontwikkeld. En vanmorgen kwam die doos binnen. Ze was helemaal blij. Ik had hem ook kunnen maken. Ik dacht, ik doe het niet. Alsof Sinterklaas nog kwam met zes zakken met cadeautjes. Ik was zenuwachtig vanochtend. En dat slaat ik helemaal nergens op. Want het zijn gewoon mondkapjes. Alleen, het is omdat we het zelf bedacht hebben. Ben je dan gewoon toch nog een soort van zenuwachtig of nieuwsgierig hoe het is. Of het inderdaad wel uiteindelijk geworden is hoe je wilt dat het wordt. Want ik heb een ander mondkapje. Dat was zeg maar het testmondkapje van de week. En dit zijn dus de uiteindelijke mondkapjes geworden. En we zijn er super blij mee. Maar ik was dus vanochtend reek echt met een beetje
buikpijn, nou niet buikpijn, maar wel met een spannend gevoel erin. Het zag eruit alsof ze er schoen had gezet bij Sinterklaas. Nou, ik wou ook zeggen Sinterklaas gevoel, maar ik weet niet of iedereen dat snapt wat ik ermee bedoel. Maar jij snapt mij wel. Ik snap jij Sinterklaas gevoel. Nou, dus, fijne avond. Fijne avond. Geniet allemaal en we horen vanzelf wel van jullie via WhatsApp, e-mail. Of je iets wilt. Of je iets wilt. Ja. Ja? Nou, fijne avond. Geniet lekker.